Zo, nu en dan, dan doet hij een paal. Maar ik zie ook dat dat schermpje is totaal niet actief of zo. Waarschijnlijk elke minuut dat hij een keer doet, dat kunnen ze er wel in programmeren. Maar betaalsysteem werkend krijgen, dat lukt niet. Dus ik ga hier het centrum in. Een beetje gaan fotograferen. Hier op die parking lijkt het nog druk, maar als ik op straat kijk, is er echt niet veel volk. Ja, hier en, iedereen heeft wel tot nu toe, kan nog maar één iemand zonder mondmasker. Ah ja, nee, twee, drie. Ik ga zwijgen. Zonder mondmasker gezien, ging ik zeggen. We gaan beginnen fotograferen. Ze. Tot zebieta. Oké, ik ben in ben elektrisch. Met de motor naar... naar Mons, naar Bergen gekomen en ik ga fotograferen met de XH1. Nu, het is vrij mooi weer, kijk de zon steekt daaruit ondertussen. Het was vrij bewolkt als ik vertrokken ben, maar het is eigenlijk mooi opgeklaard. Kijk, daar kunnen de wolken nog zien. Het is wel vrij rustig precies, waarschijnlijk door de lockdown ook. Maar als ik het goed heb, moeten er hier ook winkelstraten zijn. Dus, ah ja, de winkels, ja nee, de winkels zijn er open vanaf. Sinds deze week maandag. De XH1. Ik weet niet waarom, maar dat is zo de enige camera van Fujifilm waarbij dat het model niet op de body zelf staat. Jullie weten waarschijnlijk wel van voren. Oh, kijk hoe mooi licht. Nee, dat kunnen niet zien op de camera waarschijnlijk. Vanuit vorige video's weten jullie waarschijnlijk wel dat ik zo'n haat-liefde verhouding heb met de XH1. Met de 23mm f1.4. Ik denk dat ik hier op een voetpad ben. Ja. Oh, ja. Ik denk dat hier een steegje is. We zien dat. Het is hier wel geen coronaproof steegje. Ik zie hem doorlaten. En dan. Wat ging ik zeggen van die knop? Ja, dan ben ik er. Oh ja, nee. Dus enkel de zoeker gebruiken. Daar ook wel mee. Hier is er drukte genoeg en daar heb je heel schoon licht op dit moment. Ik ga dat proberen vastleggen met de camera. Nu heb ik hier een punt gevonden dat nog wel mooi op foto terecht komt, maar dat passeert met niemand. Ik ben al op de terugweg, maar ik heb eigenlijk een kwartier te lang gefotografeerd en rondgelopen, want het is al een kwartier lang volgeladen de motor eigenlijk. Iets heel vervelend aan die mondmasker, specifiek voor fotografie, is dat de lucht ontsnapt. Hier van boven. Dus als je door je zoeker kijkt, ontsnapt de lucht vlak langs die zoeker. En zelf, kijk, deze heeft dan nog van die, is dan een cup dan ze noemen, zo'n plastic rubber dat je oog redelijk goed bedekt. Maar zelf bij deze bedampt mijn scherm, mijn zoeker eigenlijk, nog redelijk snel door dat mondmasker. Hier moet ik dat steekje terugvinden waar ik langs gekomen ben. Ja, oké, ik heb net even mijn opties bekeken. Ja, ik ben op weg naar een bakkerij. Hier is een bakkerij, een beetje 5 minuten stappen. Dus ik ga daar iets kopen om te eten.
Ik kan niet mijn bankcontact betalen bij die bakken, maar het zijn hier wel iets van 3-4 banken in de buurt, dus ik ga hier gewoon geld afhalen. Voilà. Een crème cook en 3 croissants. Het bent al wel donker te worden. Volgende keer neem ik ook wel een soepje mee in plaats van koffie. Het is nog altijd warm.